Zaterdag was de dag van de wilsverklaring. Wat is dat eigenlijk en waarom belangrijk? De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde belegt in het Theaterhotel 3 bijeenkomsten waar mensen ook hun vragen konden stellen. Daarnaast heeft de NVVE ook spreekuren waar mensen kunnen bespreken hoe ze hun levenseinde graag geregeld zouden willen zien in het geval dat ze dat dan zelf niet meer kunnen zeggen. En daar is daar de lezing. Ik ben hier vandaag omdat vandaag de dag van de wilsverklaring is. Dat is een dag die de NVVE, de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillig Levenseinde, heeft uitgeroepen om eigenlijk de mensen, de burgers, op te roepen tot het maken van een wilsverklaring. En een wilsverklaring, daar leg je dingen vast, die je wensen vast voor de laatste levensfase. Dus daar kun je dingen inschrijven die voor jou belangrijk zijn, die te maken hebben met keuzes die er kunnen zijn in de laatste levensfase. Wat is uw persoonlijke motivatie om deze voorlichting te geven? Ja, ik heb iets met de dood, zeg ik wel eens. Ik vind het gewoon belangrijk om dat dit bekend wordt bij mensen. Dus er zijn heel veel dingen rond medische zaken zijn niet bekend bij mensen. En ik vind het heel belangrijk dat mensen wat meer weten wat er kan en wat er niet kan. En dat kan mensen helpen. Want kijk, een laatste levensfase kan gepaard gaan met crisis, met een beroerte, een hartaanval of een ongeluk. En als je dan niet van tevoren met elkaar gepraat hebt over wat je wensen zijn, dan kan het heel verwarrend en moeilijk zijn, zo'n situatie. En als je wel van tevoren met elkaar hebt gesproken over wensen, dan kan zo'n moeilijke situatie minder complex worden. Wat is uw belangrijkste advies als u dat heel kort zou moeten houden? Mijn belangrijkste advies is ga praten met elkaar. Ga praten met elkaar over uw wensen in de laatste levensfase.